stroom in de batterijen, check. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1137. Met een uitzending voor vandaag 17 november 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we deel 2 van de serie over, ik heb er dus nog geen naam voor. Laten we zeggen geheime elektronica, dat vind ik wel een mooie. Daarna gaan we verder met de propagatie op VHF en UHF. Deze uitzending is wat langer dan normaal. Deel 2 van de serie over geheime elektronica dus. We beginnen met een onderwerp dat naadloos aansluit op de eerdere serie over de communicatie onder water. Het iconische, geheime, elektronische of is het elektrische apparaat, de Enigma, de versleutelingsmachine van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Bij gebruik van versleutelingsmachines tijdens de Tweede Wereldoorlog denk je al snel aan de Enigma. Het is niet de enige geheime machine. De Britten braken de code van de Enigma, zo is bekend. Het waren de Amerikanen die de versleuteling van de Japanners kraakten, ook van de marine. Een totaal ander systeem in vergelijking met dat van de nazi's in de oorlog, maar wel met een vergelijkbaar resultaat. Het doel van de Enigma zal duidelijk zijn. Er worden berichten verstuurd, de geallieerden hebben er niets mee te maken en dus worden ze op deze manier verhuld. Versleutelingen waren er in de oudheid al, maar door een machine het werk te laten doen zou de versleuteling ook heel veel moeilijker te kraken zijn. De historie van de Enigma die begon al ruim voor de Tweede Wereldoorlog met de Enigma A. Die werd in 1923 door de Duitse ingenieur Arthur Scherbius als product aan de openbaarheid prijsgegeven. De Enigma waar we het meestal over hebben, het apparaat uit de Tweede Wereldoorlog, was echter een geheel andere variant. En er werden in de Tweede Wereldoorlog meerdere gebruikt. Type M4, die was voor de U-boten. Je luistert echt naar de serie over geheime elektronica. En een type G voor de Duitse militaire inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de meest gebruikte modellen is de Enigma 1 of de Enigma I. Een apparaattype dat ook in vele musea te bewonderen valt. Het is een apparaat van ongeveer 12 kilo. Kenmerkend verschil tussen de marine- en de inlichtingendienstversie van dit apparaat is dat de aanduidingen op de cilinders in getallen zijn bij die van de inlichtingendiensten. En bij de marineversie staan op de cilinders de letters van A tot en met Z. In het openslaande deksel van de houten behuizing van het apparaat staat een beknopte handleiding voor het dagelijks gebruik. Deze aanwijzingen gaan alleen over het gebruik en het functioneren van het apparaat en die bevatten geen informatie over de codering. Voor de lagere soldaten in het Duitse leger waren de apparaten vast geen groot genot. De apparaten moesten gepoetst worden. Het regelmatig schoonmaken van de contactpunten was essentieel om fouten bij de overdracht te voorkomen. Zo'n fout maakte bij de manier van coderen door de Enigma het bericht dat al ontvangen was onbruikbaar. Fouten in de overdracht waren overigens niet de reden dat de Enigma kon worden gekraakt. Belangrijke redenen dat de code kon worden gekraakt waren een paar fouten in het apparaat zelf en bedieningsfouten. Het was echter bovenal de genialiteit van mensen als Alan Turing, Marianne Rejewski en het team waarin zij in Bletchley Park werkten. Het verhaal van de ontsleuteling van de Enigma is een spionageverhaal op zich. Enigma is een zogenaamde rotor-encryptiemachine. Zoals al vermeld, de geschiedenis daarvan begint niet in de Tweede Wereldoorlog, maar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. De hiervoor genoemde Arthur Scherbius maakte zijn eerste Enigma wereldkundig in 1923, maar al in 1918 vroeg hij patent aan op een versleutelingsapparaat van die naam. Het versleutelingssysteem in dit soort machines is gebaseerd op zogenaamde rotoren, ook wel cilinders genoemd. Denk als voorbeeld maar aan de cilinders in een slotmachine in een casino of aan de cijfers van een cijferslot. In deze vroege versie van de Enigma was elk van de drie rotoren voorzien van de 26 letters van het alfabet. Precies als bij een cijferslot moet de juiste combinatie van de drie cilinders ofwel bekend zijn of hij moet achterhaald worden om bij het beveiligde item te komen. Theoretisch zijn er bij drie cilinders 17.576 mogelijkheden. Dat aantal is dus het aantal mogelijkheden waaruit je bij het kraken de juiste moet zien te vinden. In de tijd van de computers is zo'n getal natuurlijk geen probleem, maar in de tijd dat er op papier of op een abacus of telraam gerekend moest worden of hooguit op een primitieve rekenmachine was dat het wel. Naast deze 17.576 fysieke mogelijkheden waren de rotoren ook nog op een bijzondere manier bedraad, zodanig dat dit het aantal mogelijkheden nog extra vergrootte. Van de in de jaren 20 verkochte Enigma-versie had Scherbius twee varianten. De ene was een militaire variant, de andere was een commerciële met een afwijkend bedradingsschema bedoeld voor bedrijven. Na de Eerste Wereldoorlog waren het met name mensen van het Poolse leger die in de inhoud van versleutelde communicatie geïnteresseerd waren. De reden hiervan was dat men vermoedde dat Duitsland de gebiedsdelen terug zou willen die ze na de Eerste Wereldoorlog aan Polen kwijtgeraakt was als genoegdoening voor het de Polen aangedane oorlogsleed. De Polen hadden hiervoor gewoon een op de markt verkrijgbare commerciële versie van de Enigma tot hun beschikking. Na het weekend gaan we verder met deze serie.
Een bronvermelding. Deze tekst leunt zwaar op een tekst van het Deutsche Spionagemuseum in Berlijn. En op informatie van enkele andere musea en op Wikipedia. Vanavond is er weer de lange PA00 nieuwsuitzending van de Daily Minutes vanaf 10:30 op PI3 UTR. En op hetzelfde moment ook te beluisteren via fm.shorties.nl. Hier kun je ook alle afleveringen van de Daily Minutes van de afgelopen week nog terugluisteren. Let op! Let op! En dan komt nu weer een nieuwsbericht. En dat heus echt geen reclame is. Gezien op de dag voor de radioamateur maakt nu je YL of XYL blij met de nieuwste innovatie van de wetenschappers van Wokka Wokka. Nieuw van Wokka Wokka, de Powerpoof, de 500 watt eindtrap die je ook als zitmeubel kunt gebruiken. De Powerpoof is een solide korte golf eindtrap die wel een fikse misaanpassing aan kan. Uitgevoerd met soepel kalfsleer in de vorm van een trendy poef om op te zitten. Nooit meer een koude kont, want als er geen konttest is, wat een toepasselijk woord trouwens, dan kunnen de Powerfuts van de poef ook gewoon zonder hoogfrequent warmte genereren. Er hebben reeds 30 mensen ingetekend voor de poef waarvan de buitenkant handgemaakt is, want die worden gemaakt door vaardige vingers van brave huismoeders in een of ander derde wereldland, zodat die er ook nog een centje aan verdienen. Prijs voor de powerpoef is slechts €3200 ex BTW en lichtnetsnoer. Kijk binnenkort voor meer informatie op de website van Wokka Wokka te vinden op www.agentschaptele.com. Volg op de serie over propagatie. Over de korte golf heb ik daarbij al heel veel behandeld en ik zou het nu over propagatie op VHF en UHF willen hebben. Deel 1 dus van een serie over propagatie op VHF en UHF. Een paar misverstanden die ik toch nog wel eens hoor op amateurfrequenties, dat is dat de propagatie op VHF en UHF met de zon te maken zou hebben. Of dat het heel mooi zonnig weer gepaard zou gaan met goede propagatie op de korte golf. Dat klopt dus niet. Zoals ik in de serie over de korte golfpropagatie heb behandeld, vindt de propagatie op de korte golf voor een heel groot deel plaats via de ionosfeer. Die ionosfeer die begint op 60 km hoogte en dat is veel hoger dan welk weersverschijnsel ook. Ook hoger dan waar verkeersvliegtuigen vliegen. Globaal vliegen die op 10 km hoog, ook al hoger dan waar het meeste van het weer zich afspeelt. VHF gedraagt zich anders. Overigens zijn er verschillende VHF-gedeelten. De amateurbanden 50 en 70 MHz worden ook tot de VHF gerekend. Die worden ook wel lage VHF-banden genoemd, of banden in de lage VHF. 2 meter ligt dan in de hoge VHF. 50 en 70 MHz hebben meerdere typische eigenschappen van de VHF- en UHF-banden. Er vindt bijvoorbeeld tropopropagatie plaats, maar met name op 50 MHz vindt er ook nog F2-laag propagatie plaats, waardoor je landen zover als Japan kunt werken op die band. Op 70 MHz is dat wat minder, maar daar komt sporadische E nog heel veel voor. Op 144 MHz heb je ook sporadische E, maar daar is het toch ook echt sporadisch. Het zijn korte openingen op 2 meter en niet zo heel vaak. Het is wel leuk, want zelf heb ik met S9 plus 20 op 2 meter in SSB en in FM toch een flink aantal keren afstanden gewerkt, zoals met Napels in Zuid-Italië of met stations op Malta. Gebruik je FM, dan klinkt het precies alsof je een lokaal station werkt met die sterkte. Enfin, dat is dan wel propagatie die via de ionosfeer gaat, maar het is één van slechts enkele uitzonderingen. Veruit de meeste propagatie op VHF en hoger vindt plaats in de luchtlagen vlak boven de aarde. De luchtlagen dus, waar dus ook het weer zich afspeelt. En dat weer heeft een grote invloed op die propagatie. Overigens zijn er ook zonder die speciale omstandigheden van de goede condities enige verschillen tussen 50 MHz en de banden in de hoge VHF of nog hoger. Een signaal op 50 MHz is veel meer geneigd om nog een flink stuk met de aarde mee te buigen over de horizon heen. Om die reden kun je op 50 en ook op 70 MHz en ook op 144 MHz zelfs nog een station werken dat verder weg zit dan je bij gelijke hoogte met het oog zou kunnen zien. Het verschil in bereik tussen bijvoorbeeld 50 en 144 MHz is dan ook alweer heel groot. Overigens is dat verschil er tussen 70 cm en 2 meter uiteraard ook al merk je daarbij repeatergebruik niet zo heel veel van. Signalen in de lage VHF, zoals op 50 en 70 MHz, trekken zich ook minder aan van gebouwen. Ze gaan er soms wat makkelijker doorheen, buigen ook enigszins mee met de randen van zo'n gebouw en in tegenstelling tot banden als 430 MHz en hoger, reflecteert een signaal op 50 MHz nauwelijks tegen gebouwen aan. Dat alles zorgt ervoor dat je bij mobiel gebruik een veel rustiger ontvangst hebt op die lage banden dan op bijvoorbeeld 70 cm. Vrijwel geen flutter en dippen in het signaal, de veling gaat veel minder snel. Ja, en daarnaast kom je op die lage banden met een bescheiden opstelling gewoon een heel stuk verder dan op 144 of op 430 MHz. Om allerlei redenen komt er aan meerdere van die voordelen ook weer een einde als je onder de 50 MHz gaat zitten. Een aantal omstandigheden kunnen bij deze, zeg maar, weergevoelige banden ervoor zorgen dat de signalen veel verder komen dan normaal. Eentje daarvan is de temperatuurinversie.
Daarover gaan we verder in deel 2 van deze serie. Nota bene, deze serie is gebaseerd op eigen kennis. Verder zoek ik daarbij steun in een aantal werken, waaronder Wikipedia en het boek van Karel Roodhammel in de DDR-versie. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.